Welkom bij een nieuw unboxing video van Techpunt. Mijn naam is Pim en vandaag laat ik jullie de nieuwste robotstofzuiger van Xiaomi zien. De Robot Vacuum X20 Plus. Laten we gelijk kijken wat er allemaal in de verpakking zit. Als we een kijkje nemen in de doos, dan treffen we gelijk de X20 aan. En wat meteen opvalt is natuurlijk het strakke design van de stofzuiger. Maar als we wat beter naar kijken, dan komen we gelijk wat handige functies tegen. Zo zien we voor op de stofzuiger het slimme LDS laser navigatiesysteem. Dit zorgt ervoor dat de stofzuiger een volledige scan van je huis maakt, waardoor hij de meest efficiënte route kan kiezen. De X20 beschikt ook over meerdere sensoren die helpen bij de navigatie, het vermijden van obstakels en valgevaar. Als we naar de onderkant van de stofzuiger kijken, dan vallen er gelijk een paar dingen op. Zo hebben we daar de twee roterende dweldoeken, waarmee de X20 onder andere koffievlekken, vel, water en nog veel meer de basis is. Deze dweldoeken zullen zelfs automatisch een stukje omhoog gaan wanneer ze bijvoorbeeld een obstakel als een tapijt tegenkomen. Ook zien we hier de zijborstel en de krachtige zuigmond, die een maximale zuigkracht heeft van wel 6000 pascal. Hierdoor blijft er geen enkel stukje stof of dieren achter op de grond. Als we wat verder in de doos kijken, dan komen we het zelflaadstation tegen. Dit station maakt het gebruik van de X20 nog makkelijker. Hij zorgt er namelijk voor dat de afvalbak automatisch geleegd wordt, waardoor je maar eens in de 75 dagen zelf hoeft te legen. Ook verschoont hij het dweldwater en de dweldoeken van de stofzuiger. Hierdoor hoef je zelf bijna niks meer te doen. Nu we weten wat er allemaal in de doos zit en wat de X20 Plus allemaal kan, zal ik jullie laten zien hoe hij in zijn werk gaat. Hier kan je zien dat de X20 daadwerkelijk alles schoon krijgt. Van stof en haar tot opgedroogde koffievlekken, niks is te gek voor deze stofzuiger. De X20 is eenvoudig te besturen met de Xiaomi Home app. Zo kan je hem een schoonmaakronde laten beginnen of stoppen en kan je een keuze maken uit een van de vier verschillende modussen. Maar dit is niet het enige wat via de app kan. Zo kan je ook een tijd instellen waarop de X20 zijn schoonmaakronde doet. Bijvoorbeeld overdag wanneer iedereen op pad is of 's nachts wanneer iedereen op bed ligt. Ook beschikt de X20 over smart mapping, waardoor je bepaalde ruimtes in het huis kan blokkeren die jij dan zou overslaan. Dit was weer een nieuwe unboxing video van Techpunt. Ben je nou geïnteresseerd geworden in dit product? Neem dan gerust een kijkje op onze website, techpunt.nl.